Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets uittesten. En als jullie weten wat ik wil uittesten, ben we snel verder kijken na de intro. Het zit hier in deze doos. En ik ga me even Er zitten twee dingen in en vandaag ga ik iets kleins uittesten. En volgende week iets anders. Het is namelijk de LOL Surprise Ball. Die gaan we vandaag uittesten. Oké, ik heb een idee. Ik laat het zien en bij de 7 likes ga ik deze opnemen. Dan komt het volgende week zondag online als we deze week nog halen. En als het niet halen, dan ga ik dit een andere keer uittesten. Maar dan weet ik niet wanneer het is. Als jullie willen weten wat het is, en ga ik het uitproberen. Oké, nu over de LOL Surprise Doll. Dit is serie nummer 1. En hierachter staat allemaal wat er in de laag zit. Bij laag nummer 1 is het een teken of zo, een blaadje, waar ook het woord kan worden. Hier zijn de stickers voor op de beker. Er komt de beker, er komt de schoenen, er komt de outfit, er komt de accessoire en dan komt het poppetje. Dus ja, laten we het maar open gaan maken. Oké. Er is hier ook een ritje en ik ga gewoon... Die ga ik gewoon openmaken. Ik hoop niet dat ik het verkeerd heb. De eerste laag is eraf. Dan heb je dit. En hieronder staat er wat het is. Best Ball. Oké, op naar laag 2. Even dus hier dit zoeken. Hier. Laag nummer 2. Zometeen ga ik heel van dichtbij gaan die geluid. Laag 2, de stickers, die is bij allemaal hetzelfde. Hij kan huilen, plassen, overgeven en van kleur veranderen. Dus ja, ik hoop dat hij van mij van kleur kan veranderen, maar ik weet het nog niet zeker. Ik weet nog niet wat het poppetje is, bedoel ik. Nu komen de schoenen volgens mij. Het is een roze bal. Oh nee, het flesje. Dit is het flesje. Echt heel leuk. Ik kan alleen knijpen voor het water. Oké, op naar de volgende laag. Het huis. Zo klein! Ik denk dat het een geel persoon wordt. Dit zijn de schoentjes. En dit is het flesje. Oké, we zijn er bijna. Nu komt de outfit. Outfit.
Zo schattig. Zo klein. Ja, maar ik wist wel dat het iets wat groot zou worden. We zijn er bijna. Nu de accessoires. We kunnen kijken welke we hebben. Maar dat ga ik nog niet doen. Dat ga ik nog niet doen. En hier. Hier zit het poppertje in. Hier is die handvat. Hier is. Wat is dit? Oh, hoe je het in elkaar moet zetten. Die chill lounge. En. Hier is de accessoire, dus die gaan we als eerste even openmaken. Zo klein. Een speentje! Zo leuk! En nu het poppetje van de waarheid. Oh, tanden. Oké, jullie mogen het eerst zien. Dit is het poppetje. Ik hoop dat het goed in beeld staat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik ga nu ook kijken. Zo schat. Ja, sorry voor zijn bottes. We gaan haar nu aankleden. Als eerst de outfit. En als laatst haar beker. Tada! Dit is ze geworden. En nu gaan we kijken wat ze is. Oké? Oh, wacht even. Ik ga maar kijken hoe ze heet. We hebben Super Baby! Super baby. Eigenlijk zou ik ook wel anders willen. Dus misschien kunnen we ook nog alle afleveringen van dit. Ja, we gaan nu kijken wat ze is. We gaan nu kijken wat ze is. Er zit water in. We gaan haar nu water geven. Ze stinkt naar cake. Wacht even. Oké, ik ga niet op. Deze is dus overduidelijk als puger. Misschien vinden we het ook van de kleur. Of is er maar één ding? Nee, ze is twee dingen. Verandert van kleur. En ze is puger. Hier. Ja.
gaat het langzaam weg als het in normaal water doet. Oké, ze is dus twee dingen. Ze verandert van kleur en ze spuugt. Zo. Kijk eens aan. Zo. Oké, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie meer van dit soort video's willen zien, zet het dan in de reacties. Of meer van LOL. En vergeet niet een like te geven bij de 7 likes. Ik weet, het is een beetje weinig, maar ik ben nog niet zo beroemd. Bij de 7 likes komt deze video. Volgende week zondag. En als jullie deze week niet de 7 likes behalen, dan komt er volgende week zondag een andere video online. En dit is Poppetje. En nogmaals bedankt voor het kijken. Vergeet niet op mijn kanaal te abonneren. En een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dag!